Het was weer spanning en sensatie deze week bij Brugklas. En als je het gemist hebt, check dan nu deze weekupdate. Meike heeft een tussenuur en terwijl de meeste klasgenoten naar het winkelcentrum gaan, maakt Meike haar wiskundehuiswerk. Ben je ook de les uitgestuurd? Nee, ik heb een tussenuur omdat Frans is uitgevallen alweer. Ik was best verbaasd dat Kim bij me kwam zitten, want zo goed ken ik haar niet eens. En er was nog echt heel veel plek. Ja, leraren zijn echt stom. Bijvoorbeeld mijn mentor, meneer Abouab, die had dus mijn vaders gebeld. En toen ging hij helemaal tegen hem vertellen over dat ik een test moet doen op autisme of zo. Ja, ik vind eigenlijk niet dat het echt nodig is om me te laten testen op. Want je hebt ook al zelf gezegd dat er geen geneesmiddel voor is en dat er ook geen medicijnen voor zijn. Dus dat vind ik eigenlijk een beetje onzin om dan mezelf te laten testen erop. Het antwoord is in ieder geval goed. Kan je hem op het bord uitleggen? Oké, dan mag je een stilte dag op de gang gaan hebben. Je kan vertrekken. Eruit. Jij gedroeg je anders dan hoe je je normaal gedraagt. U doet echt alsof u mij kent, maar u kent me helemaal niet. Nou, ik ken je in ieder geval wel goed genoeg om te vertellen dat jij je anders gedroeg dan normaal. Als je überhaupt dan al autisme hebt, dan zal het mild zijn. Je kan er prima mee leven, geloof mij nou maar. Nou, wat weet u daar nou weer van? Ik weet er aardig wat van. Ik heb zelf ook een milde vorm van autisme. Maar heeft u er dan geen last van? Nee, ik ben zelfs blij dat ik de diagnose heb gekregen. Want dat was een bevestiging voordat ik niet raar ben. Er zijn meerdere mensen zoals ik. Ik heb dat nog nooit aan u gemerkt. Nou, ik ben blij dat je stilte dag erop zit. Tijdens de CKV-les van Nouri en Gijs leveren sommige leerlingen vandaag hun werkstukken in. Precious heeft iets gemaakt wat alle aandacht trekt. Oh, wauw. Dat ziet er heel mooi uit. Ja? Ja. En ik denk sowieso dat ze dat alleen bij dingen doen die ze mooi vinden. En dit vinden ze sowieso mooi. Lief van je. Het hoofd van Nouri. Hij wist niet waar hij kijken moest. Ja, ik snapte het wel. Precious is gewoon geweldig. We kunnen na de vergadering van de pestpolitie even langs die vuilnisbakken lopen om nog extra gebouwen te vinden of zo. Ja, ik denk dat ik gewoon ga stoppen met de pestpolitie. Hoezo? Vind je niet meer leuk? Kijk, neemt gewoon veel tijd in beslag, ja? En aangezien mijn cijfers kan ik die nu veel beter besteden aan het leren. Ik heb gewoon moeite met mijn cijfers. Het gaat over mijn cijfers en ik vind het echt heel erg leuk bij de pestpolitie, ja? Maar ik wil gewoon mijn tijd besteden aan, ja. Besteden om je cijfers op te halen. Ja. Dus je wil stoppen bij de pestpolitie? Stoppen bij de pestpolitie. Zoek jij zelf even vervanging dan, voor jou? Hoort er een beetje bij, hè, bij de verantwoordelijkheid van de pestpolitie. Is toch geen probleem, neem ik aan? Ik was eigenlijk vooral blij dat die jongen mijn kop er niet aftrok. Ik vond eigenlijk alles goed. Wat heb je ervoor over dan? Nou, zeg maar, je tas dragen, je lunch betalen. Van alles. Huiswerk. Huiswerk? Huiswerk? Hij doet 2 maanden lang mijn wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en mijn CKV-project. Hij doet het wel goed, hè? Want anders telt het niet. Ik heb wel moeite met mijn eigen huiswerk. Moet ik die van jou ook gaan doen nu? Hallo? Dat is de deal. Neem hem of neem hem niet. Ik heb een vervanger gevonden, hè? Echt? Ja. Wie dan? Rody. Rody? Ja. Ik had hem ook eerst gevraagd om me te vervangen, hè? Echt? Maar hij wilde het alleen doen als ik zijn aardrijkskunde, wiskunde en Nederlands huiswerk zou maken. Ja, en hem helpen bij zijn CKV-project. Mevrouw de Jong heeft een vervanger voor je geregeld. Is gefixt? Ja, man. Let's go. Lekker gedaan, gaf. Eindelijk. Ja. Wie dan? Wie is het? Hey. 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 Precious. Precious was het nieuwe lid. We hebben positieve getallen en we hebben negatieve getallen. Het derde uur heeft Precious wiskunde. Super saai. Maar deze keer komt ze de les prima door, omdat zij en haar vriendinnen zichzelf vermaken. Wat vind je van Def? Ik weet niet. Hij vindt alle jongens maar saai. Nou, ik doe me ook wel een beetje raar, hoor. Ik vind haar wel grappig. Dames, het is nu echt klaar. De afgelopen weken heb ik dit meerdere malen gezegd. Na de les hebben de meiden zich bij meneer Abouab gemeld en daar kregen ze iets heftigs te horen. Maakt hij een grapje? Abouab wil ons uit elkaar halen. 2 van ons in andere klassen zetten. Niet voor de les of voor tijdelijk, maar voor altijd. Vandaag is er echt iets bizars gebeurd. We waren in de les bij Abouab en we waren aan het kletsen. En opeens worden we eruit gestuurd.
En hij heeft ook gezegd dat we worden overgeplaatst naar andere klassen. Ik vind eigenlijk dat jullie dit zelf moeten oplossen. Tuurlijk wilde ik niet weg bij Tiara. Alleen, ik ben veel beter bevriend met Tirsa. Maar dat kon ik weer niet tegen Tiara zeggen, want die is familie. Ik dacht dat jij het goed kon vinden met je nichtje. Ja, dat is ook zo. Ik vind haar echt mega leuk. Maar zij is nou eenmaal mijn nichtje en Tirsa is mijn beste vriendin. Oké, dus uiteindelijk hoef ik niet te bellen? Jawel. Oh. Maar om te vragen of Tirsa en ik bij elkaar in de klas mogen blijven. Wat is er? Waarom zeg je dat je bij mij in de klas wil blijven, terwijl je eigenlijk bij Tirsa in de klas wil blijven? Ja, dat heeft Romy mij net verteld. Haar moeder heeft gisteravond Aboab gebeld. En daar zei ze van, ja, ik kan niet iedereen zijn voorkeur in ontvangst nemen. Omdat jouw moeder heeft gezegd dat jij zo graag bij Tirsa wil blijven. Mogen wij nog één kans om te laten zien dat we het echt wel kunnen? Eén kans. Eén week. Geen lachje, geen woord, niks. Behalve ademhalen en opletten. Ja, meneer. Maaike gaat de afgelopen weken regelmatig naar een therapeut en mist daardoor nog wel eens een les. Dat is in de klas niet onopgemerkt gebleven. Dit is zeker al de vijfde les die je hebt gemist de laatste weken. En moet jij niet ook eigenlijk je spreekbeurt doen bij geschiedenis? Dat ik geen geheimen heb, is niet helemaal waar. Ik mis gewoon veel lessen omdat ik in het traject zit om te bepalen of ik autistisch ben of niet. Maar ja, ik heb geen zin om dat allemaal aan Deborah te vertellen. Wat is er dan? Ik word getest op autisme, oké? De volgende dag is Maaike bang dat nu de hele school weet dat ze getest wordt op autisme. Is Maaike er nog? Wat bedoel je? Ik weet dat er speciale scholen zijn voor mensen zoals Maaike. Moet je daar niet naartoe? Ik heb gisteren even een beetje research gedaan en weet nu dat mensen zoals Maaike vooral rust en regelmaat nodig hebben. Mensen zoals ik? Autisten. Hé, hey, wat is er? Niks. Ik heb net mijn laatste sessie gehad. De therapeut zei dat ik hoog genoeg heb gescoord in het autistisch spectrum om autisme te hebben. Maar hij heeft toch een brief. Nou, het was nu officieel. Ik ben autistisch. Best gek. Ik voelde me gewoon nog steeds hetzelfde, maar opeens was alles toch anders. Wat kan ik dan voor je doen? Niets. Ik heb gewoon autisme en daar zou ik aan moeten wennen. Ik ga naar mijn kamer. Ik heb nog een spreekbeurt voor te brengen. Ik vind het echt ontzettend moedig dat je hier zo open over durft te praten. En ik weet zeker dat de leerlingen dat ook zullen gaan zien. Ik hoop het. Ik hoop dat als ik de leerlingen vertel over mij en mijn autisme, ze me misschien gaan begrijpen. Ik ga mijn spreekbeurt houden over mezelf. Ik heb namelijk best wel geschiedenis die ik met jullie wilde delen. En 3 dagen geleden heb ik gehoord gekregen dat ik autisme heb. En ik dacht eerst dat ik dan naar een gesticht moest en dat ik naar een soort speciale school moest of zo. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Ja. Ik vond het een mooie spreekbeurt en ik heb zelf PDD-NOS. Ik ook. Ja, dus ik ook. Ja, ik heb dat ook medisch. Iedereen is best wel anders dan ik had gedacht. Nouri heeft keihard geleerd om een voldoende voor wiskunde te halen. Maar dat is helaas weer niet gelukt. Hij heeft dit jaar bijna alleen maar onvoldoendes gehaald. Ik haat het dat iedereen me als een tombo ziet. Maar als ik daar iets aan wil doen, ja, dan zal ik wel een keer de voldoende moeten halen. Nouri heeft een plan waarmee hij een voldoende voor wiskunde kan halen. Maar of dit ook het slimste plan is? Lukt het? Nouri, ik wil weten waarom je dit doet. Luister, meneer, ik heb echt voldoendes nodig, ja? Ik leer echt hard voor wiskunde, maar het lukt gewoon niet zonder bijles. Ik ga je geen straf geven. Nee? Ik ga je wat anders geven. Ik ga je bijles geven. Echt? 2 voorwaarden. Voorwaarde 1. Je gaat er keihard aan werken. Als ik zie dat je er met de pet naar gooit, is het gelijk klaar. Voorwaarde 2. Als je het aan iemand vertelt, is het ook gelijk klaar. Als andere leerlingen erachter komen dat ik bijles geef, ik heb daar geen tijd voor. De volgende dag gaat Nouri na het 7e uur naar zijn eerste bijles van meneer Aboab. Hij heeft zich goed voorbereid. Heel erg goed. Aboab had wel een punt.
Ik denk dat ik nooit zo goed geleerd had voor deze bijles dan voor wiskunde ervoor. Maar hier had ik ook echt iets aan. Nou, dan zie ik je later. Ja. Doei. Tussen morgen weer in de les. Ja. Later. Doei. In dat figuur zie je in ieder geval verschillende driehoeken. Ik ga je uitleggen hoe je die hoeken in die driehoeken moet breken. Ja, we beginnen. Het was perfect. Abu was echt goed te verstaan toen hij mijn vragen beantwoordde. Maar een half uur bijles, hè? Als Abulab komt, is deze hele bijles afgelopen. Oké, even voor de administratie. Heeft iedereen bij zich? Ja. Ja? Oké. En ik zei dat wiskunde niet echt mijn ding was, maar ik kan prima rekenen, hoor. 8 keer 3 is 24 euro. Niet slecht, toch? Ja, dat begrijp ik.